In de haven van Venlo vond zondag voor de eerste keer het evenement A Local Swim Venlo plaats. Een zwemtocht met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Een vriendengroep uit Oerlo en Muriel Vreugdewater uit Venray zwommen ook mee voor het goede doel. Muriel vertelde vlak voor de start waarom zij meedoet. Nou, dit is voor ALS, een spierziekte. Daar is mijn opa aan gestorven. En ik zwem het eigenlijk voor hem. En wat houdt het in, ALS, zwemlokaal Venlo? Nou, ALS Venlo, dat is een aftakking van ALS Nederland. En die organiseren deze mooie zwemtocht om geld op te halen voor de bestrijding van ALS. En hoe hebben jullie dat geld bij elkaar gekregen? Sponsorgeld. Dus je gaat mensen vragen, wil je mij sponsoren voor de 2 kilometer zwem in de Maas? Hoe is het met de spanning? Gezonde spanning. Ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor, dus kom maar op. Hoe heb je je voorbereid op deze zwem? Nou, ik heb heel veel getraind. Ik heb buiten gezwommen en ik heb al 2 keer eerder meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Dus komt wel goed. Als je in de gracht kunt zwemmen, kun je ook in een mooie Maas zwemmen. Ja, kijk er tegenop, want het is 2 kilometer zwemmen. Kijk er een beetje tegenop. Het is stroomopwaarts, dus het zal pittig worden. 3, 4, 3, 2, 1. En pittig was het zeker. Kort na de start was de organisatie al genoodzaakt in te grijpen. Muriel, die in de eerste groep van start ging, werd net als de overige deelnemers vroegtijdig uit het water gehaald. Muriel, je bent al vroeg uit het water. Wat is er aan de hand? Was niet te doen. Ik was boskrollen aan het zwemmen. Je hebt gezien, ik ben redelijk snel van start gegaan. Ik zat voorin. En we moesten keren. En ik denk, die boei zit los. Die haalt mij in. Wat gebeurt er nou? Maar we zakten gewoon naar achter. Je kwam niet vooruit. Je stond niet stil. Je ging naar achter. Was de stroming zo sterk? Was niet te doen. En nu? Stoppen even en dan? Stoppen. De mensen worden uit het water gehaald. Worden veiliggesteld. En waarschijnlijk gaan we dan een klein stukje die kant op zwemmen. Mogelijk pas in de haven. Zodat we toch allemaal kunnen finishen. De zussen Femke en Maartje Jansen gingen vanwege de sterke stroming samen met hun 3 vrienden zelfs helemaal niet van start. Ja, het is jammer dat we nou in één keer de plannen gewijzigd moeten worden. Had je er rekening mee gehouden toen je zag dat de eerste zwemmers al het water in gingen en tot het moeizaam ging? Nou, het eerste stuk was nog met de stroming mee, maar toen ze terugkwamen, toen dacht ik al, we gaan het zwaar krijgen. Ja, en toen kwam het bericht, jullie mogen niet zwemmen, en toen? Ja, nou, toen moesten we afwachten. De organisatie had tijd nodig om een oplossing te vinden. En nu hebben we net te horen gekregen dat we nu bij de finish gaan we beginnen. Dat is eigenlijk andersom. En dan gaan we hier bij waar we begonnen, gaan we een stuk met stroming meezwemmen. Ja, ik neem aan dat het heel erg balen was. Ja, dat is zeker balen. Maar als je hier al zag, er kwam 1 zwemmer met flinke boskrabbel hierheen. En die werd gewoon teruggetrokken met de stroming. Dus wij dachten, dit is wel gewoon een betere oplossing. Want anders hadden wij waarschijnlijk gewoon in de finish gered. Ja, want jullie hadden maanden voorbereid en dan dit. Ja, flink getraind. En nou willen we ook echt het water in. We hebben niet voor niks getraind. Ja, maar ik kan me voorstellen, dit is toch wel het alternatief. Maar het moet dan niet minder een feest om worden. Nee, zeker niet. Die biertjes gaan er vanavond toch wel zeker in. Uiteindelijk konden ze na een verandering van het parcours het evenement verder gaan. Moe maar voldaan wist Muriel Vreugdewater de finishlijn uiteindelijk te passeren. Muriel, in 2 keer, maar nu ben je bij de finish. Nou ben ik bij de finish, bij de goede finish. Dat is zwaar, maar lekker. Heerlijk. Ja, je straalt helemaal. Ja, het is gewoon heerlijk. En voor een goed doel, dus te gek. Was wel genieten? Absoluut genieten. Was geweldig. En ik wil even de groeten doen aan mijn oma. Die zit te kijken en voor mijn oma. Haar man is gestorven van ALS zoveel jaar geleden. En daar zwemmen we nu voor, dat er iets voor komt. En zoveel mensen langs de kant. Ja, geweldig. Je hoort ze juichen en roepen, is te gek. Echt mooi. Blij dat er toch nog een 2e staart is gekomen. Ja, ik wou zwemmen. Ik wou zwemmen te finish over. Dus. En ondanks deze kleine tegenslag wist deze eerste editie bijna 80.000 euro op te halen voor het onderzoek naar de spierziekte.